Hey allemaal, super tof dat jullie kijken naar een nieuwe vlog, vlog nummer 2. Vandaag gaan wij naar de Euromast in Rotterdam. En wordt weer leuk. Zoals altijd, like, abonneer voor meer en laat iets leuks in de comments achter. Yo! Sorry. Hij wil niet. Zie je? Dit is mijn huis. Mijn locatie. Dan gaan we naar Euromast. En hoe lang is dat rijden? 1 uur en 8 minuten. Bespaart ook benzine. Daar gaan wij dus naartoe vandaag. Ja. Verkeer lijkt niet super druk. En dan, ja. Mijn bescherming is links. Oké. Okay. Dit moment naar de auto. En dan gaan we naar de Euromast. Ik zie jullie daar. Je ziet het niet goed, want het is heel donker. We zijn in de Euromast. En ze zijn nog aan het rijden om echt 185 meter omhoog te gaan. Maar we gaan nu wel gewoon naar het normale gedeelte. En daarna kijken we wel wat verder is. Jullie zien mij zo boven. Het is daar. En hier kunnen we allemaal verschillende euromolen. Dit is hoe de euromast werd gebouwd. Deze daar 240 kilogram. Dat is voor de. Dat is het stuk. Tolpalen. Je hebt de 31 betonpalen en concrete paals. 100 meter hoog. Ja, dank je wel. Hè. En. 5,5 ton. En. 96. We zijn binnen. We gaan zo meteen met de lift naar boven. Kun je het zien? We hebben hier. Tweede verdieping. Hier zijn al die mensen. Je hebt een restaurant. Een panoramaplatform. Je hebt gewoon een platform van 112 meter. Een lift naar het platform. En de Euroscoop waarbij ik ga zo meteen. Goed, ja, ik ben hier al een keer geweest. Alleen dit is gewoon om het ook aan jullie te laten zien. Ja, en wat je hier ook ziet is, kijk, hier is deze lift. Hier is deze lift. En daarboven op 98 meter is deze lift hier. Dat was het. Je hebt hier ook een shop. Een deli to go. En die Euroscoop is 185 meter hoog. Dus ik ben wel benieuwd. Ja. Hier staat die Euroscoop 185 meter. Deli to go. En kijk, dit is dus dat lift icoontje wat ik bedoelde. Zo deze lift, want dit is ook type 1. En deze lift is nu 98 meter hoog. Maar daar ben je wel binnen een paar seconden. Zo meteen met de lift. Fout, hè? We wachten nog op een iemand. En daarna gaan we met de lift. Daar gaan we. Omhoog zijn net de tweede verdieping voorbij. We subir allá a la cima. Sí, pero es una vuelta. Lo mejor, porque tú te cansas allá arriba. Yo ni quiero ver para abajo, a mí me da mareo. ¿Sí? No, eso es seguro. No, no es por eso. ¿Está lejos de la orilla? Eso es mejor que te hace daño. No, Shiner. Oh my god. In de avond. In de avond. Niet dit gewoon, hè. In de avond. Zou ik
zo, want ik vind het altijd dat ik knijp er bijna in. Ik vind het echt cool. Het is echt alsof je in een hele hoofd stad wordt. Weet je waar we zo meteen naartoe gaan? We gaan zo meteen hierop. Ik doe het wat donker, dan kun je het licht een beetje zien. Kijk dan. Het ziet er toch niet helemaal uit hoe hoog dat is. We hebben ook deze kant. Dit is de rechterkant van de Euromast. Kijk dit dan. Dit ziet er niet normaal uit. Dit helemaal, hè. Gaat helemaal stoer. Het is Rotterdam dit. Maar dat heb ik altijd. Ik vind het altijd leuker om naar Rotterdam te gaan dan Amsterdam. Amsterdam ken ik gewoon. En Rotterdam is voor me echt een moderne stad. Dus ik vind het ook wel vet om naar Rotterdam te gaan. Ik vind alles weer vet in Rotterdam. Dat je ook die brug ziet. Het ziet er echt heel vet uit. Doe even een like als je dit heel vet vindt. Dit is echt absurd. Niet normaal. Hier vanaf de andere kant. Ik probeer het echt zo goed voor jullie te filmen. Ik loop heel graag rond. Zodat het goed filmbaar is. Hier is trouwens zo'n telescoop. Deze telescoop kun je, ja, verrekijker. Kun je 1 euro één keer te kijken. 2 euro. 1 of 1, 2 keer. En dan kun je gewoon van dichterbij kijken. Oh my god, ik vind het zo eng. Ik was zo'n steen. Oké. Oh my god. Oh, hier moet je een keer in het echt naartoe, hè. Dan ziet het er veel beter uit op camera. De camera is echt... Ik had deze donkere visje wel voor jullie. Het is echt absurd. Niet normaal. Ik loop wel een rondje voor jullie, al kunnen jullie het helemaal zien. Ik hou mijn telefoon echt stevig vast dat hij niet uit mijn handen flikkert. Dit is vet. En hoe dan straks? Oh my god. Er waren wat mensen hoor. Alsof je in een Night City bent. Nou, zo ook. En 185 meter als je dit ding op gaat straks. Dat is echt absurd. Echt absurd. Zoals gezegd, ik heb niks van de autotrip laten zien. Want ik kreeg daar een beetje vragen over wat ik deed. Dus dat heb ik niet gedaan. Maar ik laat wel lekker wat van dit zien. Ik heb nu bijna het hele rondje voltooid.
En ik probeer zo langzaam mogelijk te lopen. Alleen ik ben zelf bang dat ik heel snel loop. Nou, dit was het hele rondje van de Euromast. Oh, dit voel je als je bang bent. We gaan nu naar de Euroscoop. Let's go. We gaan nu naar de Euroscoop. Nou, die gaat pas hoog. Die gaat 80 minuten hoger dan dit. Gaat die twee rondjes of zo draaien. To the height of 112 meters. At this platform, you will enter the panorama elevator. Thank you. Oh my god, this is gewoon nog hoger. Meter.
Rotterdam. Met bonkend hart als de Kuip trilt op haar ijzeren vesten. Een stad die werkt. De mouwen opstroopt als de dag begint. So. Proud to be. Not afraid of adventure. Always changing. The core of Rotterdam is to overcome challenges. Zelfbewustzijn. Zelfspot. Jezelf opnieuw uitvinden. Met je kubuswoningen en Centraal Station. De Erasmusbrug. De haven. De kop van Zuid. Poort van Europa. Maastad. Een plek waar mensen naar buiten kijken. Doorleefd, geleden en opgestaan. Littekens worden sieraden voor karakter. Architecture that mends and heals. A city that resurrected. Confidently making a statement. In the mass, gracefully as a swan. Bridging the gap and uniting us in diversity. Vanuit elke hoek een andere vorm, sierlijk boven het water. Een metalen constructie als scheerlijnen houdt haar trots overeind. In het donker verandert de Erasmusbrug als een baken van licht dat speelt. Connecting the past with the future. Looking beyond, one can see the red steel of Williams Bridge. Closer by, Hotel New York, the starting point of the Holland-America line. Als je goed kijkt tussen Hotel New York en Katendrecht, zie je een bruggetje waarachter bewaarde barista's bakjes pleur schenken. De skyline die elk uur van kleur verandert. De gele watertaxis, de groene witte vlag boven het stadhuis. The shades of yellow, red and purple on the tulip hills nearby. And rainbow colored flags. Ik zou hier maar moeten staan op Seekers, Neon Street Art. De zilveren reflectie van het depot en gouden frames met kunst. Water taxis, little yellow dots dancing on the waves. The skyline we like to call Manhattan on the Mass. The large red cargo ships, the cranes, the seagulls, the sound of water. The humor rooted in a fascinating past, dreaming about a new future, setting up sails, heading to new horizons. De wereld over, een nieuw begin. De stad waar mensen zichzelf opnieuw uitvinden, vindt zichzelf opnieuw uit. We are proud of who we are. Europe's portal to a new perspective. The panorama of a new Europe now reflects a colorful city. We live together with 170 nationalities. Die nieuwe wereld, die is nu hier. Rotterdam heeft de wereld in huis. We ruiken het bij de markthal. We horen het in de koopgoot, van Kralingen tot Zuid. Wij zijn Rotterdam. Rotterdam is who we are. And being colorful is so much more than the green in the park, the pink bell on the bike, the orange roofs and the blue skies we treasure. Especially on a day like today. Rova 010, Rotje Knor. Misschien wel het kleurrijkste uitzicht van Europa. Doe je ogen dicht en laat dat op je inwerken. From me to we. Het is de volgende dag en ik heb daardoor ook een ander t-shirt aan.
Maar vonden jullie deze video nou leuk? Doe dat duimpje omhoog. En abonneer natuurlijk hier beneden. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Doei!